De snelheid van de moderne tijd inspireerde de dichters. Paaltjes in 1867 met Anrika. Slechts eenmaal heb ik u gezien. Gij waart gezeten in den snelle trein, die de trein waar ik in zat passeert, in volle vaart. De kennismaking kon niet korter zijn, maar toch, zij duurde lang genoeg om mij het fletse levenspad met eindloos levensleed te doen vervolgen. Ach, een blij glimlachje liet ik meer sinds ik u zag. En waarom hebt ge van dat blonde haar dat engelen aan te kennen zijn? En waarom blauwe ogen, wonderbaar en klaar? Gij wist toch dat ik daar niet tegen kan? En waarom mij dan zo voorbijgesneld en niet als weerlicht rijtuig opgerukt en om mijn hals uw armen vastgekneld en op mijn mond uw lippen vastgedrukt? Gij vreest het mogelijk voor een spoorwegramp. Marika, wat zou zaliger voor mij zijn dan onder hels geratel en gestamp met u geplet te worden? Onder één trein.